Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Deze grote vent. Die is net wakker. Meneer de snottenkoning. Alles onder het snot. Ik denk dat ik hem daar heel even in de douche heb. Dan is hij in ieder geval gedoucht. En dan kan dit even eraf weken. Want als ze nou moet gaan schoonstaan maken, dan gaat hem niet worden. Want dan krijg ik echt een hele boze jord. Ja. Liam, daar gaat ook tot nu toe alles goed mee. En Sammy, die is ook lekker in zijn elementje. En ik ga hier daar weer aan de gang. Vanavond komt Mamsi. Dat is een vriendin van mij. En daar doe ik de nagels van. Ja, dat doe ik gewoon omdat ik het leuk vind. En als ontspanning. En ja, dat is gewoon een ding wat wij een paar jaar terug zijn gestart. En dat doen we nu nog steeds. En het is gewoon lekker bijkletsen. Lekker ouwehoeren. Gewoon lekker ons dingetje doen. En dan doe ik nu eens lekker op het kindje passen. Of ja, passen. Hij is papa. Hij doet nu ook passen, hè. Jordi in bad gedaan. Check. Liam in bad gedaan? Nee, nog niet. Dat mag Niels straks toch echt doen. Maar Jordi had zoveel gepoept. En oh, zijn kont was zo rood. En oh, garen. Dus ik dacht, maar eigenlijk doe maar even gauw in bad, want ik ga de douche in. En hij vond het nog leuk ook, die gek. Hij zat allemaal maar te lachen. Ondertussen dat we lekker nog aan het spelen waren, heb ik fruitje gemaakt. Jordi heeft mango, peer geprakt, of ja, gemalen. En dan kiwi ertussen en een koekje, en Brenta natuurlijk. En Liam die heeft mango, peer gemalen, en dan banaan er doorheen en natuurlijk ook een koekje. Dus lekker smullen voor die twee. Ik ben even een broodje aan het eten. Maar altijd als ik eet. Ze hebben net fruit gehad, hè? Oh. Maar altijd als ik eet. Dan heb ik een aasgier. En dan wil die iets. Want wat wil die dan? Kaas. Lekker. Ik heb gewoon een kaasboer gecreëerd. Nou ja, Niels is een kaasboer, dus dat scheelt. Madame heeft haar plekje gevonden, hoor. Oei, 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 oei. Sammy heeft de fles gehad, Liam heeft de fles gehad, die ligt al op bed. Jordi heeft net zijn fles gehad. En nou ben ik weer bij het ritueel aanbeland van Jordi en mij. Woehoe.
kus meer. Nou, Jordi ligt ook in bed. De reden dat ik hem eigenlijk altijd doe kietelen, voordat hij naar bed gaat, is omdat hij dan met flessen zie ontspannen. En meestal doet hij dan poepen, in verband met zijn darmafwijking, hiersprong. En dan is hij zo ontspannen, dat als ik hem daarna kietel, dat hij dan het laatste beetje ook nog even uitpoept. Het is helemaal niet geforceerd of wat dan ook. Het is gewoon een soort van ritueeltje. Ik weet precies wat ik moet doen om hem te laten lachen. En om hem lekker te laten ontspannen. Dus dat doe ik dan ook. Ik ben ondertussen even de luiers aan het opruimen. En de doekjes die ik had gebruikt met brood eten. Maar dan is hij gewoon lekker ontspannen. En dan kan hij gewoon lekker zijn ontlasting kwijt. En dan is hij gewoon wat rustiger. En dan doe ik zijn luier. En dan als hij naar bed gaat, doen we nog een keer lekker kietelen. En lekker knuffelen en kusjes geven. En vindt hij gewoon prettig. En dan gaat hij meestal, gaat hij dan ook gewoon lekker slapen. En het is helemaal niet geforceerd of wat dan ook. Want hij vindt het echt oprecht leuk. Als Jordi iets niet leuk vindt, lacht hij ook echt niet. Dus ja. Dat is gewoon het ritueel. Ik heb ook een eigen ritueel met Liam. Dat is gewoon lekker knuffelen en lekker kroelen. En ja, dat is gewoon met Liam. En met deze vent ga ik dadelijk ook een ritueel krijgen, hè? Een eigen ritueeltje. Ja, zo heeft elk kindje een eigen ritueel, hè? Ja. Liam vindt het bijvoorbeeld ook heel fijn dat als hij in bed ligt, dat ik zijn knuffeltjes aangeef, zijn kikkertje aanzet, hem een kusje geef, nog even een knuffel geef. En dan vindt hij weer fijn. Nou, dus dat is zijn ritueel. Ja, wat is jouw ritueel? Zeg maar geuren. Op dit moment is dat voornamelijk geuren. Ja? Maar over een half jaar is dat weer anders, hè? Ja. Nou, ik ga heel eventjes met deze zeur aan de gang. En even opruimen. Zelf een boterham eten natuurlijk. Oh, wat een geschreeuw gezamenlijk. Ik heb hem maar hierin gezet. Hopelijk wordt hij daar iets rustiger van. Het is een tut weer uitgespuugd. Wil je het tut niet? Kan ik in ieder geval even eten maken. Hij is rustig. En hij is aan het kontjes kijken. Hier, kontjes kijken. Hebben al jouw broers gedaan, kontjes gekeken. Iets wat veel mensen niet begrijpen waarom dat ik dat zeg. Is kontje kijken, want ze kijken alleen maar hierna. Dus ja, kontje kijken. Eigenlijk is het heel onlogisch, want het is leuk voor de ouders om te zien. Maar de kinderen kijken alleen maar naar kontjes. Oh ja, nog iets. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, toch? Sam is nog steeds kontjes aan het kijken. Liam, die is net uit bed gekomen. Die is aan het spelen. En Jordi is wakker. Hi Jordi. Heb je lekker geslapen? Oh. Oh. Heb je lekker geslapen? Oké. Lekker bij mama even knuffelen, hè? Nou, ik heb nagels gedaan van mijn kroegmoederke. En dit is het geworden. Ze wilde ze kort maar krachtig.
Een hele goede morgen. Echt waar? Nieuwsje is heel eventjes naar een vriend toe. Die moest iets met de elektra. En daar is hij even helpen. En vanmiddag gaat hij hier helpen. Vanmiddag krijgen we ook visite voor Sam. En voor de rest, ja, ik ben eigenlijk de hele dag een beetje bezig hier aan het opruimen. Wij hebben straks kraamvisite gehad voor Simmetje. En Sam heeft net zijn fles gehad. En nu krijgen Jordi en Liam eten. Wij kijken dadelijk al wat we eten. Eventjes gauw een tutje bij Sammetje erin stoppen. En Sammetje had al dit aapje. En die vond hij al heel fijn. En nou heeft hij er nog een aapje bij gekregen van de kraamvisite. Superleuk. En hij vindt hem ook hartstikke fijn. Doet hem ook heel goed vastpakken. Nou heeft hij twee aapjes. Hé Sammy? Dat is leuk hè? Twee aapjes. Kun je lekker knuffelen met die aapjes hè? Ja. En Liam, die is ook gek van zijn konijntje. En die heeft deze gekregen. Kan hij ook lekker mee knuffelen. Is ook lekker zacht. Heeft hij ook al flink mee geknuffeld hoor. Jordi had ook een cadeautje gekregen. Die had deze Stijn stoomtrein. Wauw. Leuk man. Niels, die kinderen van ons, dat zijn verwende nestjes. Kijk je als ze zo schattig kijken. Niels en Jordi die zijn straks eventjes nog op bezoek geweest bij onze buurvrouw. Tenminste, ja, oude buurvrouw inmiddels. Die is verhuisd en die woont sinds vandaag in haar nieuwe huisje. En ik had een bloemetje gekocht voor haar, omdat ze, ja, om haar toch het beste en alles te wensen. En ik gun het haar ook dat ze daar gewoon ontzettend gelukkig wordt. En dat ze daar gewoon haar rust vindt in alles enzovoorts. En Niels is die even met Jordi weg gaan brengen. Zo zijn ze even op visite geweest. En ja, wij gaan nou heel eventjes zorgen dat de kindjes rustig zijn en eten hebben en alles erop en eraan. En dan gaan we kijken hoe dat het verder gaat lopen. De kindjes liggen in bed. Ik ben nu appelflap aan het maken. En als ik daarmee klaar ben, ga ik de flesjes van de kinderen afwassen. Niels die doe ik nu niet filmen, want die ziet er te sexy uit. Nee, Niels had hard gewerkt en het zweet liep hem langs zijn bilnaad af. Tenminste, reuzel is het bij hem. Maar die zit nu met Sam op de bank. En die had nog stenen en alles in de container gesjouwd. Dus ja, die zit nu op de bank. Maar ik ga hem niet filmen, want ja. Ik ga in ieder geval appelflap maken. Dit is mijn appelmengsel. Ik heb hier de bladerdeeg al liggen. Oven staat aan. Ik had er gewoon zin in. En ik heb altijd iets van bladerdeeg in de vriezer liggen. Zodat als ik er zin in heb, dat ik het altijd kan maken. Alles slaapt hier behalve. En ik moet daar Sammetje nog wakker maken. Zodat hij zijn laatste flesje nog kan krijgen. Ik heb ook even geëdit. En ik ga bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.